Gisteren hebben we met een klein clubje mensen het slachthuis in Vion geblokkeerd. Ze hebben de ingang geblokkeerd, waardoor een aantal uur geen dieren naar binnen konden. Oké, dus het was een geslaagde actie? Ja, zeker. Het werd veel door de media opgepakt. En we hopen hier meer aandacht te vragen voor het probleem dat Vion veroorzaakt. Want ze zijn en verantwoordelijk voor de dood van 20.000 dieren per dag. Maar daarbij zijn ze ook verantwoordelijk voor de coronapandemie. Want de werknemers kunnen daar moeilijk afstand van elkaar houden. Ja, komt bij dat als de medewerkers zich ziek melden, dat ze geen vergoeding krijgen. Dus dat is natuurlijk voor mensen een extra prik om toch naar werk te komen, ondanks dat je klachten hebt. Wat zijn er dan uitbraken bekend daar? Er zijn nu ongeveer 100 besmettingen in het bedrijf op één locatie. En dat is wat er bekend is. Dus we weten niet of er misschien wellicht meer mensen zijn met ziekteklachten. Oké, de actie is gelukt, want het is meerdere uren stilgelegd. Maar is er nog politie bij te pas gekomen? Ja, er was eigenlijk vanaf best wel snel politie aanwezig. En die hebben het nog best wel lang laten doorgaan. In de hoop dat we zelf zouden opgeven. Uiteindelijk hebben ze 4 van ons gearresteerd. Oké, en ben jij ook gearresteerd? Ja. Oké, en hoe was dat? In principe hebben ze me goed behandeld. Ze hebben me gewoon opgetild omdat ik niet meewerkte, maar verder geen pijn veroorzaakt. 2 van de activisten zitten nog vast. Ah. Dus 2 zijn er vrijgelaten. Op het bureau ben ik redelijk goed behandeld. Het enige was dat ze me een telefoontje weigerden, terwijl ik natuurlijk recht heb om iemand te bellen. Waarop de agent zei dat het geen film was, dus dat ik niemand mocht bellen en dat ik dat er geen veganistisch eten was. Dus ik heb ook de hele dag niet gegeten, want er was alleen maar brood met melk en ze wilden geen veganistisch eten halen. Dus, waarom mocht je nou niet bellen? De agent zei, het is hier geen film, geen telefoontje plegen, wat natuurlijk niet klopt. Ja. En ik dat maar heel even liet gaan en heb gewacht van als dit nog heel lang gaat duren, dan ga ik toch echt eisen, een gesprek met mijn advocaat. Ja. Waar ik in eerste instantie geen behoefte aan had, omdat het een licht vergrijp was. Maar op het moment dat ik dacht van nu gaat het echt te lang duren, ik wil mijn advocaat, toen kwamen ze met de sleutels en hebben ze me eruit gelaten. Ja, doordat je dreigde met de advocaat, hebben ze je uiteindelijk laten gaan? Nee, nog niet. Nee, ik dacht op een gegeven moment van, want ik zag via het kleine raampje waar je niet doorheen kan kijken, maar dat je wel kan zien of het licht op het donker is, dat het donker begon te worden. En toen dacht ik, nou als nu niet, dan ga ik bellen, ik wil mijn advocaat. En toen werden we eigenlijk net vrijgelaten. Oké. En vandaag ben je er gelijk weer bij? Ja, omdat het zo dringend is. Dat niet alleen is Vion een coronabrandhaard vanwege de medewerkers, ook is de hele veehouderij en met name de pluimveehouderij en de varkenssector een risico voor de volksgezondheid. Ja, want wat hebben we vandaag gedaan weer? We hebben vandaag brieven overhandigd aan Kamerleden en we hebben vragen gesteld, geïnterviewd of zij bewust zijn van het feit dat de pluimveehouderij een risico vormt en wat zij daar aan gaan doen en of zij onze eisen steunen. Ja, en wat zijn de reacties zoal? Van de partijen waarvan we het al verwachten, een beetje de linkse partijen, die staan allemaal redelijk achter onze eisen. Sommigen wat genuanceerder vinden een plantaardig voedselsysteem net te ver gaan. Ze vinden dat het nog te snel gaan bijvoorbeeld, maar ze staan wel redelijk dezelfde richting op. Ja. En het CDA benoemde vooral dat ze trots waren op de boeren en dat we binnen de veehouderij moeten kijken hoe ze het duurzaam kunnen maken. Ja. Ook wat wij verwachten, maar ook het CDA hebben een brief meegegeven en we hopen dat ze hun standpunt gaan veranderen. Want ook boeren hebben een gezonde planeet nodig en zitten niet te wachten op corona-uitbraak. Denk je dat er de komende jaren dan dingen gaan veranderen, ook politiek? Het moet wel. Ook al heb ik er soms weinig vertrouwen in, we hebben eigenlijk geen keus. Ja. Ook als het gaat om klimaat. Ja. Oké. Nou, ik vind het echt heel stoer nogmaals dat je hier vandaag weer bent. We hebben gisteren met opgepakt. Wat motiveert je, zou ik er dan nog zeggen? Nou ja, meerdere dingen. Als we de veehouderij kunnen aanpakken, dan pakken we zoveel aan. We pakken het voedselprobleem aan, we pakken het dierenleed aan, we pakken het risico op zoonoos aan en de klimaatproblematiek. Dus dit is eigenlijk het meest urgente en belangrijke probleem. Plus, we hebben de oplossing. Dus daar zet ik me wel graag voor in. Wat is de oplossing? De oplossing is een duurzaam en plantaardig voedselsysteem. En daarmee kunnen we veel meer monden voeden. Ja, oké. Nou, dankjewel. Dank je. Dank je.